In 2021 maakten we kennis met de tuin van heden en gingen we samen op zoek naar een nieuwe toekomst voor deze unieke Sint-Godelieve abdij. Na het vertrek van de kloosterzusters in 2013 opende Toerisme Vlaanderen een zoektocht om dit prachtige domein in het hartje van Brugge te herwaarderen en toeristisch te ontsluiten. In de eerste plaats was het een inspirerend traject voor de religieuzen die het steeds moeilijker hebben om hun rijke erfgoed te bewaren en te delen. Na de documentaire kwam het traject pas echt op stoom. Doordrongen van de filosofie achter reizen naar morgen, gooide de Sint-Godelieve Abdij in Brugge voor het eerst in bijna 400 jaar de deuren open voor het brede publiek. Ruim 15.800 bezoekers in één maand tijd kwamen de Sint-Godelieve Abdij verkennen en maakten op verschillende manieren kennis met de ziel van de plek en de bezieling van de zusters die hier bijna vier eeuwen woonden, leefden en werkten. Belangrijk is dat bijna elke bezoeker zijn of haar ideeën voor de toekomst van de site achterliet. Uiteindelijk mondde dat uit in 5000 toekomstbeelden. Meteen ook de grootste bevraging ooit in Vlaanderen naar religieus erfgoed. De resultaten van die toekomstbeelden werden vervolgens gedeeld met een 40-tal experten uit de erfgoedwereld, maar ook uit andere disciplines. En zij gaven via workshops de invulling van elke ruimte verder vorm. Gegroet? In de aanloop naar Monumentendag 2022 prikkelde een ristbekende Vlamingen ons met een eerste idee van de functie die elk deel van de abdij zou krijgen. Hoe straf zou het niet zijn als je hier vanuit deze plek een optreden van een Belgische popartiest bijvoorbeeld zou kunnen meemaken die dan samen optreedt met een ensemble dat oude Vlaamse polyfonie zingt, bijvoorbeeld. Vandaag is de toekomst klaar. Een toekomst met veel respect voor de geschiedenis en de ziel van deze plek, maar ook met een sterk businessplan waarin goed is nagedacht over de rentabiliteit van deze site. De laatste maanden zijn nog extra experten betrokken bij het finaliseren van de plannen, zoals het architectenteam. Samen met Christophe Laterre, projectleider van dit toekomsttraject, trekken we door de abdij. Hij en enkele architecten vertellen me meer over de concrete plannen. Hoe hebben ze kunnen rekening houden met de eisen en wensen uit de bevragingen? Hoe zien hun concrete ontwerpen eruit? En hoe gaan ze deze site duurzaam maken? Ik ben razend benieuwd. Dag Kathleen, ja, welkom. Kom binnen. Dank je wel. Ja, dank je. Mag rust verder. Welkom opnieuw in deze fantastische ruimte. Zal de bezoeker in de toekomst ook langs hier binnenkomen? We staan hier in het historische slot, maar net naast dat historische slot hebben we de boomhaard. We heten het op vandaag de wereld naast het slot. Het was de wereld waar dat heel wat leken toekwamen. Het was de boer die aankwam. Het waren andere religieuzen die zaken kwamen leveren of kwamen ophalen. En dat wordt eigenlijk voor een groot stuk voor de vrije bezoeker de ingang. De deur waar je net bent binnengekomen, daar kom je eigenlijk toe als bezoeker op reservatie of wel bepaalde programmatie op afspraak. En zoals het protocol voorschrijft, moet je aanbellen of moet je kloppen om uiteindelijk hier binnen te staan. Zoals vroeger gebeurde. Zoals vroeger gebeurde. En er komt een nieuwe toegang, een historische toegang die we opnieuw gaan ontsluiten. En dat is eigenlijk aan de achterkant van de abdij. Daar zit momenteel een kleine deur, die gaan we terug openmaken. Dan kom je in het park terecht en we gaan meer doen. De stad Brugge zal een tunnel creëren onder de ring, waarbij dat eigenlijk het koning Albert I park ontsloten wordt en waarbij je zo een toegang krijgt tot die boomhaard. Een voetgangerstunnel. Een voetgangerstunnel, voilà. Welke functie krijgt deze ontvangstruimte? Deze ontvangstruimte was de laatste 100 jaar ook al ontvangstruimte. Hier werden mensen letterlijk ontvangen en de zuster zat achter de tralies. Wel, dit willen we eigenlijk blijven behouden. Omdat het net zo'n belangrijke plek is, willen we op deze plaats het immaterieel roerend erfgoed gaan ontsluiten. De leef- en wooncultuur willen we eigenlijk presenteren op deze plek, maar ook
de topstukken van de abdij. Denk maar aan het 16e eeuwse vaandel van Lancelot Blondel, maar ook het gotisch kerstwichtje van de 15e eeuw die in de kerstperiode in beweging werd gehouden. En het is een bad waar je als bezoeker door moet voor je uiteindelijk volgende stappen zet binnen dat historisch slot. Hier, Katelijne, wandelen we letterlijk het slot binnen. En ook in de toekomst zal dit heel belangrijk zijn. Je kan verder lopen naar de pandgang, maar dat gaan we niet doen, want we gaan hier binnen. En deze ruimte is eigenlijk voor een stukje een facilitaire ruimte voor je uiteindelijk hier naar boven gaat. Je moet je voorstellen, hier krijg je als bezoeker bijvoorbeeld pantoffeltjes mee. Hè? Want we gaan hier toch wel een heel belangrijke erfgoedplek binnen. Hier kan je jas achterlaten voor je uiteindelijk deze deur neemt. Dit bijna onzichtbaar deurtje heeft eigenlijk toegang tot deze toch wel bijzondere ruimte. Oh. Ja, dat ingangetje, dat ken ik niet. Nee. We staan gewoon in de kerk. Niet voor iedereen een toegankelijke ingang. Dus we zijn eigenlijk aan het bekijken, we hebben nog ingangen tot deze kerk, hoe dat we eigenlijk kunnen ervoor zorgen dat er echt wel gestreven wordt in de toekomst naar een integrale toegankelijkheid. Niet iedereen zal via deze kleine deur kunnen binnenkomen. Want wat zal er gebeuren in deze kerkruimte? Ja. We staan hier in het zusterkoor. Hier kwamen de zusters meermaals daags samen voor hun officies, voor hun eucharistievieringen. En de gemeenschap van Bruggelingen, mensen uit het Brugse Ommeland of van veel verder daarbuiten, zaten eigenlijk aan de andere kant. We gaan het in de toekomst net andersom doen. We gaan eigenlijk die gemeenschap hier een plek geven. Dus je komt eigenlijk als bezoeker hier binnen. Je Op pantoffeltjes. Je plaatst je op de zitjes waar bijna 400 jaar die zusters hebben gezeten. En aan de andere kant wordt het eigenlijk een toon- en creatieplek. We gaan het volledig akoestisch optimaliseren, zodanig dat er heel wat culturele activiteiten hier kunnen plaatsvinden. En meer nog, die kunstenorganisaties die krijgen hier ook wel nog bureelruimte, zodanig dat we echt wel komen tot één werking. Dat is ook een hele belangrijke, om dit allemaal te kunnen waarmaken. Laat de muziek maar komen. Ja, Christophe, prachtig gesloten tuintje. Wat ga je hiermee doen in de toekomst? Ja. We zijn hier eigenlijk in het hart van de Sint-Godelieve-abdij. En eigenlijk is het een paradox om wat gebouwd is om niet te ontsluiten als slot, om dat net wel te doen in de toekomst. Dit wordt eigenlijk de genereuze ruimte. En het start eigenlijk de genereuze ruimte met de pandgang omheen deze hortus conclusus. En die genereuze ruimte moet een dialoogplek vormen, waar heel veel verschillende zaken mogelijk zijn. Denk maar aan een tentoonstelling, denk maar aan ontmoetingen. Maar het gaat altijd over de relatie tussen mensen, relatie tussen mens met een object. Als ze maar rekening houden met de ziel van de plek. Enkel en alleen de lucht en de hemel, die rust en die verstilling, die vertraging zit dan vooral hier in de activiteiten die in de toekomst worden aangeboden. Maar dan wel in een scala van heel veel verschillende activiteiten. En dus de hele pandgang rond? Ja, inderdaad. Het gelijkvloers waar we nu staan met deze tuin, dit wordt eigenlijk de genereuze ruimte. En dan aan de andere vleugel, het eerste verdiep, daar komen eigenlijk wel een aantal slaapkamers, een aantal slaapvertrekken. En dat is voor een nieuwe gemeenschap die we hier onderdak willen geven. De vertrekken van de culturele organisaties die bevinden zich hier in de Noordvleugel. En dan eigenlijk recht tegenover heb je de historische cellen, die historische slaapcellen van die zusters. En die gaan we ook ontsluiten. Die gaan we ontsluiten omdat daar heel veel vraag naar is. Maar die ga je eigenlijk ook kunnen reserveren. Heel veel mensen... En je zal daar dus kunnen gaan slapen? Je zal daar niet kunnen slapen. Maar heel veel mensen stellen de vraag, kunnen we daar een boek schrijven? Kunnen we daar studeren? Af en toe vraagt wel een wetenschapper van, ik moet mij terugtrekken. Ik wil focusplekken. Een focusplek, voilà. Een inspirerende werkplek. Ja. Dus je zal een halve dag, een dag, eigenlijk zo'n werkplek kunnen gebruiken, kunnen huren. Gaan die historische slaapcellen eigenlijk gerestaureerd worden? Eigenlijk, Katelijne, wordt alles gerestaureerd, dat is ook noodzakelijk. Maar iemand die daar veel meer kan over vertellen is een van de architecten uit het ontwerpteam. En dat is Mieke. En binnen? Ja, dat zal Mieke zijn. Dag Mieke, fijn je te ontmoeten. Dag Mieke. Dag Christophe.
Ja, Mieke, hoe hebben jullie de restauratie aangepakt van zo'n religieus erfgoedstuk als de Sint-Goedelieve-abdij? Wij zijn gestart bij het begin, bij het begrijpen van de ganse site, bij het doornemen van de uitgebreide historische nota die er reeds bestaat van de ganse abdij. Vervolgens zijn we zelf aan de slag gegaan om de bouwfysische toestand te kunnen analyseren. En al die facetten samen moeten ons leiden tot een ontwerp waar alle erfgoedwaarden maximaal in naar voren komen en gerespecteerd blijven. Wat is eigenlijk de architecturale visie geworden van dit project? Voor het hart en kern van de site hier rond de Hortus Conclusus gaat het er eigenlijk om dat we zo weinig mogelijk willen raken aan de plek. En enkel doen wat noodzakelijk is. Dat gaat dan om het optimaliseren van circulatie. Kijken dat alle normeringen kloppen, dat we evacuatie kunnen realiseren. En dan moeten we ook aandacht hebben voor alles wat te maken heeft met energie, akoestiek, duurzaamheid. Mm-hmm. Dus er wordt hier niet gebroken? Bij voorkeur niet, nee. Dat klopt. Er worden geen muren verlegd? Nee, dat wordt inderdaad niet gedaan. Gerestaureerd en ik vermoed aangepast ook aan de energienormen? Ja, dat gaan we ook maximaal proberen te doen. En daarvoor moeten we toch nog wel hier en daar wat studiewerk verrichten. Het toevoegen van isolatie, het aanpassen van glas en dergelijke, dat houdt in dat je heel goed moet weten welke de bouwfysische kenmerken zijn van het gebouw. En om een heel concreet voorbeeld te geven, wij gaan vorstproeven doen op de bakstenen van de gevels. Dat moet ons uitsluitsel geven in welke mate we dan eigenlijk isolatie kunnen toepassen aan de binnenzijde. We bevinden ons in het voormalig naaiatelier van de zusters Benedictinessen. Voor alle duidelijkheid, dit wordt niet opnieuw een naaiatelier. Ja, wat is de bedoeling? Ja, maar uit de grote bevraging die we hebben gedaan, wat kwam er daar boven drijven? Dat was die culinaire tradities. Het verhaal van grond tot mond. Als je hier rondloopt in die grote moeskruiden- en bloementuin, dan zeiden heel wat mensen van we willen die opnieuw geheractiveerd zien. Mensen gaven aan van we willen geen horeca, maar we willen ook wat toch wel die culinaire traditie toch wel voor een stukje beleven. En dat is eigenlijk wat we hier willen doen. Eigenlijk willen we hier een demonstratiekeuken bouwen met een bezoekerscentrum. Wat moet je hier doen om zo'n demonstratiekeuken te maken? We gaan deze ruimte opdelen in twee zones. We gaan een zone creëren voor de professionele keuken, waar de chefs zich kunnen uitleven. En dan gaan we ook een zone creëren achter glas, waar dat het publiek dan de creaties kan zien geboren worden en dan vervolgens ook kan proeven. Het is ook de bedoeling dat de afwaskeuken in de kelder komt. Dus er komt ook nog een link vanuit deze ruimte met de onderliggende kelder. Ik ruik het al. En ik had het daarnet over die gemeenschap. Hè? Die gemeenschap die hier net boven zit. Dat is eigenlijk die gemeenschap van chefs. Hè? Dat kunnen jonge chefs zijn, van Brugge, maar ook internationale chefs zal je eigenlijk hier aan het werk kunnen zien met de traditie en de culinaire traditie van deze plek, maar eigenlijk ook van Vlaanderen. De demonstratiekeuken, dat is een ingrijpende aanpassing. Hoe zit het met die andere ruimtes? Want er is hier ook een kapittelzaal en het verblijf van de abdis, denk ik. Ja, dat klopt. Maar daar gaan we zeker niet op ingrijpen, want dat maakt deel uit van het concept van de generische ruimte. En dat is zo een vloeiend geheel dat samenpast in dat genereuze verhaal. Ja, Christophe, kunnen wij hier ergens iets eten? Ja, eten momenteel zal hier nog heel moeilijk worden. Ook in de toekomst trouwens. Het wordt zeker geen horeca, het wordt wel een degustatieplek. En daar kan ik even met jou naartoe, want dat is in de 17e eeuwse keuken en in de Refter. Het blijft een plek als mensen hier binnenkomen waar ze een wauwgevoel hebben. Hè. Al die kinderspelen die hier afgebeeld staan. Dus uiteraard gaan we die keuken houden zoals ze op vandaag is. Hè. En willen we die eigenlijk zoveel mogelijk delen. Hè. Dus een proefplek. En die proefplek die zit in de abdij Refter hier net naast het vierkant. Waar 30 tot 35 zusters vroeger rond zaten. Tegen de muur, hè? Tegen de muur. Ja. Hè? Met timeslots ga je eigenlijk kunnen een timeslot boeken om te degusteren wat in de keuken werd klaargemaakt. Ja, bijzonder, hè?
een heel bijzondere ervaring, denk ik. En dat is ook wat de bezoeker... Een beetje tijdreizen, eigenlijk. Ja, klopt. We zijn hier in de Boomhaard. Rond die groene poort heb je eigenlijk nog een heel belangrijk historisch deel. Hè. Dit wordt eigenlijk economisch ingevuld. Hè. Dit worden kantoren, hè, architectenbureaus, communicatiebureaus. En heel belangrijk, de ondernemer die heeft niet alleen een economische return naar de site, maar ook een maatschappelijke return. Beneden, wat op vandaag een kinderdagverblijf is, wordt in de toekomst een plek die dan ook een economische functie krijgt, maar opnieuw met producten naar de bezoeker toe. We willen niet alleen iets meenemen van deze site, maar we willen ook iets achterlaten. En misschien herinner je je nog bij de Palingbeek, hè, Koen van Mechelen, ja, met zijn fantastisch werk, hè, de kleikopjes. Dus vandaar, in het midden van de Boomgaard, daar komt een terrein waar om de zoveel tijd wordt gewerkt aan een collectief participatief kunstwerk. Helemaal in de hoek van de site gaan we twee ateliers restaureren. En dit kadert eigenlijk in een nieuwe gemeenschap die hoort bij die Sint-Godelieve-abdij. Dat zijn kunstenaars en wetenschappers op rust. Er zal in de buurt, niet op de site, maar in de buurt van de site, zal er eigenlijk een woonproject zijn van kunstenaars en wetenschappers op rust. En zij zullen de site kunnen gebruiken. En net naast die ateliers hebben we dan een brouwerij, een kleine, ja, het bier. Het bier, ja, mag niet ontbreken, het was er vroeger ook. Het was er vroeger ook. En dat is de bezoeker niet ontgaan. En ook die bruggeling. En die vond dat wel superbelangrijk. Dus die micro-micro-brouwerij, het zal geen grote brouwerij worden, maar het tonen van die ambacht, dat zal dan eigenlijk daar gepositioneerd worden. Via de groene, voilà, deur naar binnen en ja, eventjes binnenlopen bij de boerderij. Klopt. Dat zal wel veel interesse zijn, hè, van ondernemers. Klopt. Brouwerij. Ja, ja, de oproep van afgelopen zomer is niet in dovemans oren gevallen. En we hebben toch heel wat mensen die inderdaad wel interesse tonen in het exploiteren van een aantal zaken. Iedereen heeft het altijd over dat religieus fantastisch erfgoed. Maar evenzeer fantastisch erfgoed is deze een van de oudste boerderijtjes van Brugge. Begin 1500 werd deze boerderij neergepot en die krijgt eigenlijk een nieuwe functie als verkooppunt, als abdijpunt, waar je ambachtelijke producten van korte keten kan kopen vanuit Brugge, maar ook vanuit het Brugse ommeland. En om te eindigen hangt deze boerderij vast aan een compleet nieuw volume. Maar ik ken iemand die dat veel beter kan vertellen en dat is Alexandra. Dag Alexandra. Hallo. Fijn van je te ontmoeten. Hey. Hier staan we voor de nieuwe Hortus Connectens. We staan hier eigenlijk voor een cruciale plek in de historische werking van de abdij. Het volume die we hier zien, samen met de kleine poort tussen de boerderij en het volume, is de historische grens tussen de abdij, de buitenwereld waar we nu in staan, en de wereld van het slot, de afgesloten wereld van de zusters. Hier zit eigenlijk een tuin achter verborgen, een kleine tuin, en we willen die openmaken, zodat die zichtbaar wordt vanaf deze kant. En dat doen we door een stuk van het gebouw weg te nemen. Een zijvleugel, die je goed kan zien waar de bakstenen veranderen van kleur. Die zijvleugel gaat weg, zodat die ruimte helemaal vrijkomt en zichtbaar wordt vanaf de boomgaard. En dat zorgt er dan ook voor dat we de hulpdiensten toegang kunnen geven in één beweging. En vertel eens, neem me mee naar hoe het zal worden. Hoe zal het eruit gaan zien dan? Hier komt eigenlijk een nieuw paviljoen, een beetje een U-vorm, die zich uitstrekt van tegen de gevel tot aan de tuinmuur en terug. En dat is geïnspireerd op het paviljoen die we hier zien. En dat is het oude paviljoentje van de zusters, waar ze even tot rust konden komen, even konden ontspannen. In de beschutting. Ontspannen van hun dagelijkse werk, in de beschutting van de luifel. En dat is een voorbeeld van het vele immateriële erfgoed dat hier op de site aanwezig is. Het verhaal dat dat hier gebeurde, dat willen we terugbrengen naar deze plek. En daarom willen we in het paviljoen, die zich tegen die tuinmuur zal bevinden, willen we plaats creëren voor een abdijpunt waar lokale producten kunnen gekocht worden, waar die ook kunnen geproefd worden, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar eventueel infoborden of objecten van de abdij kunnen tentoongesteld worden, zodat mensen hier echt kennis kunnen maken met het verhaal van de abdij. Wat is het karakter van deze plek?
Het moet echt een overgangstuin worden, ook een beetje een stiltetuin en een tuin die inspeelt op de ervaringen en op de zintuigen. En dat willen we doen door een aanleg met kruiden, bloemen, maar ook door eventueel te denken aan de ondergrond. Beeld je in dat de ondergrond hier volledig in grind is. Als je vanuit de boomgaard komt, dan vertraag je vanzelf al je stap als bezoeker. En op die manier, met al die kleine elementen, willen we ervoor zorgen dat de bezoeker de overgang van die buitenwereld naar de intieme wereld van het slot echt voelt. En we willen zeker ook inzetten op circulariteit van materialen. Ook de materialen die gegenereerd worden. Als je dit hier afbreekt. Voilà, die gegenereerd worden door de afbraak, omdat duurzaamheid sowieso een belangrijk thema is. Maar ook dat gaat terug naar de historiek van de zusters. Ook de zusters die te geen enkel materiaal verloren gaan. Dus we vinden het heel belangrijk om ook in ons ontwerp dat gedachtegoed mee te nemen. Eigenlijk blijft het toch ongelooflijk, Christophe, als je hier komt om te zien dat hier zo'n grote tuin in het midden van Brugge ligt. Klopt. En dat was ook wat die zoveel bezoekers en die zoveel Bruggelingen aangaven, dat dit een fantastisch stukje groen is in de Brugse binnenstad. Ja, verstopt achter hoge muren. Voilà. En deze moeskruiden- en bloementuin, die wordt terug geheractiveerd. Maar wie dat daar nog veel meer kan over vertellen, dat is Hans. Want hij is momenteel bezig met het volledige verhaal van het groen op deze plek. Vooraleer dat we eigenlijk van start gaan met het uitwerken van een visie, gaan we ons in een plek als deze ongelooflijk hard gaan verdiepen. We gaan kijken wat is eigenlijk de geest van de plek, wat is dat hier de afgelopen decennia, eeuwen geweest. En gaan we op zoek naar de eigenschappen om op verder te bouwen. Ja. En in die zin hebben we gezocht naar aanknopingspunten uit de geschiedenis. Bijvoorbeeld oude bomen, oude structuren die hier aanwezig zijn. Hoe dat we die ook kunnen terug integreren in het toekomstig ontwerp. Om ook in het toekomstig gebruik als een basis te hebben. Er is een community, een gemeenschap in oprichting die met de tuinen ook aan de slag zal gaan. Wij gaan kijken dat er een goede basisstructuur is en dan samen met die gemeenschap gaan we daar ook invulling aan geven. En jullie houden dus rekening met wat er vroeger was? Ja. En dat is in dit geval, had ik begrepen, moestuin, kruidentuin, groentetuin. Hoe zit het met de bijen? Er staan momenteel een aantal bijenkasten achteraan in de moestuin. Die blijven in de toekomst ook aanwezig. Er wordt daar gekeken wat dat er mogelijk is naar nieuwe volumes in functie van het gebruik van de tuin. En ook daar zullen die bijen terug een plek krijgen. We gaan ook kijken in het beplantingsplan dan om met bijvriendelijke planten te gaan werken zodanig dat die hier ook in de nabijheid hun voeding vinden. Er is hier heel veel te doen rond erfgoedrestauratie, maar zelf associeer ik dat niet meteen met tuinen. Nochtans, in deze tuin is er een ongelooflijk waardevol aspect van erfgoed aanwezig. In de moes- en kruidentuin hier bijvoorbeeld hebben we een centrale middenas dat uitgeeft op het kapelletje. We zien op oude kaarten dat daar een bepaalde zesdeling in zat. Die structuur zullen we behouden ook. Langsheen de muren zie je nog oude fruitbomen ook staan, restanten soms van oude fruitbomen. Ook daar gaan we terug verder mee aan de slag om oude fruitrassen, oude soorten terug te integreren. Waar mogelijk zelf die bomen te behouden. Ook rond water gaan we kijken in het kader van duurzaamheid hoe kunnen we bijvoorbeeld hemelwater gaan recupereren, ter plaatse houden om dan te gebruiken in de tuin. Er zitten een aantal oude regenwaterputten, ook terug erfgoed gaan we onderzoeken hoe we die terug kunnen integreren ook, zodanig dat die gemeenschap een operationele tuin heeft. Zijn er nog andere manieren waarop je op die duurzaamheid kunt inspelen hier op deze plek? Jazeker. Op vlak van beplanting bijvoorbeeld gaan we keuzes maken van plantensoorten die resistent zijn of die om kunnen met langere droogteperiodes. Ook gaan we kijken naar beheer toe, zodanig dat er zo weinig mogelijk of niet moet gewerkt worden met pesticiden of herbiciden. Zo wordt er ook onderzocht als er binnen of nabij de abdij een BO-veld kan geïntegreerd worden om eigenlijk energie uit de ondergrond te gaan gebruiken in de gebouwen ook. Ja, een BO-veld. Ja. Vertel eens, wat is dat precies? Heel simpel gezegd zijn dat eigenlijk buizen die heel diep in de grond gaan en die warmte-energie uit die grond zullen halen, die dan kan gebruikt worden in de gebouwen hier. Oké, fantastisch. Ja, er staat hier veel te gebeuren. Hoe zou jij willen dat dit eruit ziet binnen 15 jaar? De ambitie moet zijn, denk ik, dat dit een voorbeeldstellende historische tuin kan worden, hè, waar dat mensen zowel van Brugge, België internationaal naartoe kunnen komen en dat echt een tuin is die... En dat we dan een appeltje van de boom trekken. Voilà. Dankjewel Hans en veel succes met de aanleg van de tuin. Dankjewel.
Ja, Christophe, buiten hier het tuinieren, zijn er nog plannen met die toch wel grote ruimte hier? Effectief, we willen eigenlijk ook wel kijken wat hier kan qua activiteit doorgaan. Hè. Denk maar aan die culinaire tradities, hè. Die kunnen ook hier terugkomen. Hè. Maar evengoed kunnen we kijken naar een kleine receptie. Geen evenementiële grote zaken, maar wel zaken die een meerwaarde zijn voor de bezoeker die hier komt en tegelijk ook wel voor wat hier wordt aangeboden. Ja, Christophe, wat heb jij nu nog nodig om hier echt een succesverhaal van te maken? Heel veel mensen denken dat zusters alleen maar leefden op deze plek van giften, hè, maar die hadden eigenlijk ook wel een economische motor. Diezelfde economische motor willen we eigenlijk voor die nieuwe functies. En dat betekent de juiste partners, de juiste ondernemers, om hier samen eigenlijk die site ook vorm te geven in zijn werking, in zijn exploiteren. We hebben al heel wat partners die kunnen bijdragen, die meewerken aan dit toekomstverhaal. Maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte meer is voor nieuwe partners. Hè. Het is nog altijd een oproep die open staat om er hier effectief deel van uit te maken. Eventjes naar de planning. Ja. Wanneer gaat de spade in de grond? De spade gaat sowieso in de grond in 2024. Okay. Hè. Het openen van die Sint-Godelieve Abdij staat alweer gepland voor 2026. Fantastisch. Heel benieuwd hoe het verder loopt. Hou mij op de hoogte. Dat zal ik zeker doen. Dankjewel, Christophe. Dank je wel. De toekomst van de Sint-Godelieve Abdij is klaar. De realisatie van dit toekomstbeeld heeft een kostprijs van 15 miljoen euro, waar minister van Toerisme Zuhal Demir 12 miljoen zal bijdragen. Het is een lange weg geweest en met het traject rond de Sint-Godelieve Abdij heeft Toerisme Vlaanderen een werkwijze opgezet en getest die ook voor andere erfgoedprojecten kan werken. Ja, ze kost meer moeite. Ze is omslachtiger, maar wat een resultaat. Lokale bewoners, bezoekers, ondernemers, experten, architecten, samen schrijven ze een breed gedragen verhaal. Maar is dit succes zomaar over te zetten? Op zoek naar een antwoord trok ik naar een andere erfgoedparel, de Sint-Petruskerk in Basel, waar ik een gesprek had met Peter de Wilde. Ik kan me voorstellen, die Sint-Godelieve Abdij is wel echt een voorbeelddossier. Het is eigenlijk het eerste grote project dat jullie op die manier aanpakken. Maar voor Toerisme Vlaanderen is de Godelieve Abdij een belangrijk speerpunt. Maar daarnaast zijn er ook nog een aantal andere sites waar we op dezelfde manier, maar toch anders, hè, want elke site is uniek, aan de slag zijn. Ik denk aan het kasteel van Poeken, maar ik denk ook aan het Rubenskasteel in Zemst. Ik denk ook aan het kasteel van Leut. Ik denk aan de Herkenrode Abdij. Ik denk aan de Graventoren en de Watermolen in Ruppemodde. We hebben enorme sites waar we dan nu aan het uitproberen zijn. En iedere site is anders, want iedere site is uniek en heeft een eigen ziel. En vraagt dus ook een eigen antwoord. Ja. Hoe zit die filosofie van reizen naar morgen verweven in heel dat traject van de Sint-Godelieve Abdij en het toekomstbeeld? Ja, reizen naar morgen gaat eigenlijk over evenwicht, gaat over balans. Hè. En het zoeken naar evenwicht op een site die altijd een plek van stilte en van verdieping is geweest, en die nu de deuren opent naar de ruimere wereld. Dat zoeken naar evenwicht staat daar natuurlijk centraal. Want we willen niet dat de plek daar haar ziel verliest aan een overmatig invullen met bezoekbare of boekbare activiteiten. We willen daar wel degelijk de juiste fit voor vinden, ook financieel. Dus het budgettaire plaatje moet ook kloppen. De rentabiliteit van die plek in meerdere opzichten. En heb je daar nu al zicht op? Ja, wij hebben beslissingen rond de vormgeving en rond de invulling genomen op grond ook van een rentabiliteitsstudie. Als belastingbetaler wil je ook niet ten eeuwige dagen elk jaar opnieuw extra middelen in de pot moeten leggen. Het gaat ook over de maatschappelijke rentabiliteit. Maatschappelijke rentabiliteit, dat betekent dat plekken die zo belangrijk zijn voor het DNA van een hele omgeving, dat we die ook kunnen doorgeven aan de volgende generatie, met een waarde, een diepere waarde intact. Dus het is echt waar, niet alleen een welbegrepen economisch belang van die gastvrijheid te koesteren, maar dat is fundamenteel voor wat Vlaanderen is, een kruispunt van culturen door de eeuwen heen. En dat reflecteert zich in ons erfgoed, dat we ook weer willen doorgeven. Mooi, dankjewel. Graag gedaan.